Met tientallen kwamen ze vandaag naar Noordlaren. Toeschouwers, journalisten en uiteraard de schaatsers. Op het programma de eerste marathon op natuurreis van deze winter. Gisterochtend werd bekend dat de omstandigheden in het Groningse dorp ideaal waren, waarna ijsvereniging De Hondsrug groen licht kreeg om de marathon te organiseren. Vrijwilligers zijn daarna de hele dag en nacht in touw geweest om de ijsbaan om te bouwen tot een schaatstempel. Nou ja, daar ben ik ook trots op. Hoor. Het schiet mijn haast een beetje aan, maar daar ben ik echt. Ben ik ook zeer dankbaar voor. Om 10 uur vanochtend klonk het startschot voor de dames, waarna zij mochten beginnen aan hun 80 rondjes. Kijkend naar het schaatsen, hoe mooi is dit? Ja, geweldig, geweldig. Mooi. Wat is hier zo mooi aan? Sport, snelheid, ja, alles. Dit is geweldig, het is heel mooi weer. Noordlaren, ja, wie wil hier nou niet zijn? Met ijs en deze geweldige marathon. Complimenten voor de organisatie, hartstikke leuk. Deze wedstrijd, wat is hier zo mooi aan? Ja, als je die meiden ziet schaatsen, dan denk je, was ik nog maar 20. Dat is echt geweldig. Zo soepel en mooi en het zonnetje, het weer, kan niks meer stuk, toch? En wie gaat er volgens u vinden? Ik denk Schouten. Dit is nog steeds daar, iedereen Schouten. Iedereen Schouten met Lisa van der Geest. Iedereen Schouten, Lisa van der Geest. Lisa, Lisa, Lisa van der Geest. Ja, ontzettend blij. Het is echt een sprookje om hier te winnen. Ja. Hier is Lisa van der Geest. De laatste rondes, de sprint. Het was behoorlijk chaotisch, behoorlijk spannend ook. Kun je een beetje uitleggen wat er allemaal gebeurde? Eigenlijk wilde er niemand echt rijden in die finale. Behalve dan mijn ploeggenoot Iris en ik. Maar de snelheid was helemaal uit het kopgroepje. En vanuit stilstand zijn Iris en ik niet zo heel explosief. Dus dan heeft de aanvallen niet zo heel veel nut. Omdat Irene bijvoorbeeld heel snel is en die zit dan gelijk weer achter je. Iemand die net naast de winst greep was Danielle Bekkering. Ja, nou ja, we waren mooi wel mee in de aanvallen en in de finale zat natuurlijk Carla voorop, dus op zich voor de ploeg wel goed. En natuurlijk net jammer dat ze het podium miste, maar we hebben het goed laten zien en het was wel een feestje om hier te mogen rijden. Voor de 21-jarige Vera Otten uit de stad was de wedstrijd in Noordlaren een bijzondere wedstrijd. Ja, het was voor mij de eerste keer op een natuurreisbaan, dus ik vond het wel heel spannend. Ik vond het wel te doen. Ik vond het niet heel zwaar. Ik kon wel gewoon lekker meeschaatsen en daar was ik heel blij om. Tevreden ook op je eigen prestatie? Halverwege was er iets met mijn schaats. Voor mij heb ik een hele botte vlek erop of zo. Dus ik kon niet zoveel meer met links. Dus de eindsprint kon ik niet helemaal mee. Maar ik was wel gewoon blij dat ik het uit heb gereden. Juichend over de streep heen, ja. Welk gevoel ging er toen door je heen? Ja, echt ongelooflijk. Ik dacht, wauw, dat is zo mooi. Geloof je gewoon niet. Hoe ga je dit vieren, deze overwinning? Ik ga mijn studieboek in, want ik heb morgen nog een tentamen. Hier de burgemeester met een prachtig schaatsschot. Let op. Ja? Ja. Prachtig! Na de vrouwen was het om 11 uur de beurt aan de mannen. 97 schaatsers die weg werden geschoten door de burgemeester van Haren. Ja, dit is echt een visitekaartje. Dit is zo fantastisch dat zo'n Noordlaren met zo'n 400 inwoners dit weet te organiseren. Hulde daarvoor. De burgemeester en ruim 1500 toeschouwers zagen bij de mannen een spannende wedstrijd. Een wedstrijd die eindigde in een sprint, waarbij in de laatste ronde mannen als Jorrit Bergsma, Simon Schouten, Robert Post en Sjoerd den Hertog nog kans maken op de hoofdprijs. Hier komt dan Simon Schouten. Robert Post kan binnen doorsteken. Hier komt Simon Schouten. Simon Schouten, daar komt Robert Post. Simon Schouten, Robert Post, Schouten. Post, den Hertog. Simon Schouten wint dus. En Robert Post uit de stad grijpt dus net naast de eerste prijs. Niks te klaren. Ik bedoel, kan altijd beter als je tweede wordt, zit je dicht bij de winst. Dus liever gewonnen. Maar een tweede plek is natuurlijk ook wel mooi. Alleen als je er dichtbij zit, dan wil je het graag pakken natuurlijk. Komt uit Groningen, een overwinning in Noordlaren, dat is bijna een thuiswedstrijd. Dat was dan helemaal ideaal geweest wat dat betreft.
Ja, dat was het mooiste wat er was geweest. Om mijn eerste overwinning te pakken op zo'n mooie baan hier. En dan nog in Groningen. En dan ook nog met zoveel publiciteit erbij. Ja, dat was het mooiste geweest. Maar er was net niemand sneller. Nou, ik heb terug dat we echt een geweldig feest hebben gehad. Echt fantastisch is dit. Ja, super. We hebben een mooie wedstrijd gezien. Veel strijd. Het was koud. Het ijs spat alle kanten op. Maar ja, we hebben mooie winnaars. Mooie strijd. Voor liefhebbers van de schaatssport is er goed nieuws. Komende zaterdag wordt er op de ijsbaan van Kardingen de marathon voor mannen en vrouwen verreden. Gaat meten in hoksebergen, in haaksbergen.